Hans Kazan, bekend als goochelaar, vierde onlangs zijn 70ste verjaardag en 50-jarig jubileum als artiest. De vraag die velen stelden was of hij zou stoppen met zijn goochelcarrière. In een interview met Story onthulde Hans Kazan zijn besluit, hij zal geen theatervoorstellingen meer geven. In de afgelopen jaren heeft Hans vrijwel elk theater in Nederland bezocht en beleefde hij prachtige tijden, maar nu bevindt hij zich in een andere levensfase. Het reizen langs theaters voor een heel seizoen is niet langer zijn plan. Zijn zoons, Steven en Renzo, zetten juist vaker theatervoorstellingen voort en nodigen hem soms uit voor gastoptredens. Hans geniet van deze gelegenheden om samen met zijn zoons op het podium goocheltrucs te vertonen. Hoewel Hans Kazan niet van plan is om volledig met werken te stoppen, zal hij zijn carrière anders invullen. Werken blijft voor hem een essentieel deel van het leven. Hij beseft dat hij niet het type persoon is dat de hele dag thuis kan zitten. Zijn vrouw, Wendy, de liefste vrouw van de hele wereld zou het ook niet waarderen als hij altijd thuis zou zijn. Zolang zijn gezondheid het toelaat, zal hij actief blijven werken, want dat maakt het leven voor hem extra leuk. Daarnaast heeft Hans Kazan aangegeven dat hij betrokken blijft bij voorstellingen in verzorgingshuizen. Deze shows geeft hij samen met zijn zoon Renzo, en hij beschouwt dit als een dankbare bezigheid.